Als jij iets maakt wat mensen alleen voor niks willen hebben, dan maak je rotzooi in mijn beleving. Ja. Omdat ik niet geloof in politiek, omdat dat per definitie grensgebonden is en traag is. En ik geloof ook niet zo in op een schaalbare manier iets doen op basis van giften. Meer dan de helft van alle kindersterfte zou te voorkomen zijn met betere kwaliteit zorg. Dat we juist de mensen willen helpen waar het echt nodig is. Maar ook een stuk van onze ambitie dat we in 2030 op een wereldwijde schaal impact willen maken. En wij gaan volgend jaar weer naar een vervolginvestering toe om de volgende stap ook weer te maken. Voor ons is winst echt een middel tot het doel en geen doel op zich. Ja, dit is een trend die onomkeerbaar is. En daarin denken wij dat we ook uiteindelijk wel een rol kunnen spelen, ook in een westerse omgeving. Tropenarts Niek Versteegde wil met zijn bedrijf 1 miljoen kinderlevens gaan redden. En hoe die dat gaat doen, dat ga ik met hem bespreken, want hij is mijn gast. Niek, van harte welkom. Ja, dat is een hele korte samenvatting van wat je... Want ben je nou tropenarts of ben je ondernemer eigenlijk? Ja, allebei eigenlijk dan, hè? Ja. Dus een ondernemende tropenarts kun je maar zeggen. Ja, dat is het, hè? Want daar is het idee wel geboren, toch? Zeg maar in Afrika, hè? Ja, in feite wel. Dus ik heb als tropenarts heb ik in Tanzania gezeten en daar zat ik eigenlijk vanuit een combinatie van projectmanager vanuit de stichting die ik zelf heb opgezet, Stichting Vrienden Sengerema Hospital. En toen deed ik een combinatie van klinisch werk en projectmanagement. En toen heb ik een aantal projecten gedaan naast de zorg voor met name moeders en kinderen. Mm-hmm. En dat was onder andere het inkoopbeleid en voorraadbeheer van het ziekenhuis heb ik herzien. Dat was een groot project. En het andere grote project was het opzetten van een couveuseafdeling. En eigenlijk vanuit daar is de inspiratie gekomen van ja, als je nou op een meer schaalbare manier impact zou willen maken, hoe zou je dat willen aanpakken? Mm-hmm. Waarbij ik dan eigenlijk ook erop uitkwam dat ik niet geloof in politiek, omdat dat per definitie grensgebonden is en traag is. En ik geloof ook niet zo in op een schaalbare manier iets doen op basis van giften. Mm. Omdat daarmee onderhoud je eigenlijk onafhankelijkheid en dat soort dingen. En ik heb toen wel bedacht van oké, onderneming is een goede manier om dat te doen, maar geen concreet startpunt. En dat kwam eigenlijk 3 jaar geleden toen ik mijn co-founder Bart Bierling leerde kennen. Die was bezig met de ontwikkeling van een monitor voor baby's in ontwikkelingslanden. Nou, toen was 1 en 1 snel 3. Letterlijk, ja. Ja, dus dat kwam heel mooi samen. Want even terug naar die hoe lang heb je in Afrika gezeten uiteindelijk? Ik heb er uiteindelijk maar 14 maanden gezeten, omdat mijn vrouw niet mee kon. En die zou ik te veel gaan missen en zij mij. Dus ja, gosh. Ja. Dus toen weer terug naar Nederland. Wat trek je zo aan? Of trekt je Afrika aan? Ja, heel erg. Ik vind het gewoon een heel fijne mensen. Het avontuur trekt me ook wel erg aan. En ook gewoon de betrokkenheid met de mensen daar. Die gaat wel diep bij mij. Mm-hmm. En vandaar ook dat ik daar... Je hart aan verpand hebt. Mijn hart aan verpand heb. Ja, want we zeggen nu wel Afrika, maar we hebben natuurlijk over... Dat is ook wel op zich niet helemaal goed, vind ik. Want ik ben wel eens in Ghana geweest heel veel. En dan zeggen mensen ook van, ja, wat vind je dan van Afrika? Nu vraag ik hetzelfde aan jou, terwijl je bent in Tanzania geweest. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk niet Afrika. Ja, nee. Het is een land in Afrika. Maar. Dat is ook precies de aarzeling die je eventjes bij me zag. Nee, maar dat klopt inderdaad. En tegelijkertijd zijn er ook wel veel overeenkomsten in problematiek en dergelijke. Ja. Maar het zijn hele verschillende mensen in verschillende gebieden natuurlijk. Dus. Hoe komt het toch? En zo meteen terug naar het product hoor, want daarvoor heb ik je uitgenodigd. Hè? Maar gezien toch een soort gezamenlijk interesse in dat continent. Hoe kan het toch dat vandaag de dag nog steeds dingen vaak gewoon niet lukken daar? Terwijl ze toch zoveel in huis hebben. Ja, ik weet niet of ik het er helemaal mee eens ben. Of er zoveel niet lukt. Ja, we hebben de neiging om er een pessimistische blik over op te zetten. Mm-hmm. Maar als je eigenlijk kijkt wat er in de afgelopen 10 jaar in Tanzania specifiek is gebeurd aan ontwikkeling. Maar ook op heel veel andere gebieden. Ja, het continent ontwikkelt zich razendsnel. Mm-hmm. Maar die achterstand die er is, die loop je niet zomaar in. En dat is de gemiddelde levensverwachting. Toen ik in de collegebank zat, hadden we het over 50 jaar. En nou moest ik pas mijn cijfers updaten. En dan zit je op een gemiddelde levensverwachting van rond de 65 jaar. Mm-hmm. Ook in landen als Malawi, wat echt in de laagste regionen zit qua economie. Ja. Dus het ontwikkelt zich wel degelijk. Alleen omdat
het gat zo groot is, voelt het voor ons alsof dat heel erg achterblijft. Mm-mm. Het product, het is, leg eens uit wat het precies is. Wat we maken is een slim monitoring systeem. En een monitoring systeem dat meet de vitale parameters, dus hartslag, ademhaling, bloeddruk, zuurstof, temperatuur kun je daar nog aan toevoegen. En dat is heel belangrijk om een inschatting te maken hoe ziek de patiënt is. En om dat continu te bewaken. En met ons systeem willen wij artsen en verpleegkundigen in omgevingen met beperkte middelen in staat stellen om die inschatting beter te maken. Focus je dan met name op kleine, op kinderen? Wij focussen ons in eerste instantie op kinderen. Ja. Dus baby's en kinderen. En we verwachten in de toekomst wel ook naar volwassenen en andere omgevingen uit te breiden. Want als je dit niet hebt, dan gaan er gewoon baby's dood. Omdat ze eigenlijk een simpele ziekte hebben, maar hij wordt gewoon niet ontdekt. Dus te laat. In feite wel. Dus als je bijvoorbeeld kijkt in Singerema, dan zie je gewoon dat de sterfte onder kinderen rond de 10% is. Na het opzetten van die couveuse afdeling is dat rond de 10%. Mm. Als je kijkt naar de aard van die aandoeningen, zijn dat bijna allemaal behandelbare aandoeningen. Ja. En dat blijkt ook. Ja, meer dan 2/3 van alle babysterfte en meer dan de helft van alle kindersterfte zou te voorkomen zijn met betere kwaliteit zorg. Letterlijk zorg, gewoon niet dat je oplet en denkt van hey, je hebt een verhoging. En, ja, en dat is het. Het is als jij in je eentje voor, en dat is de situatie in Singerema, voor 30 kinderen moet zorgen, ja, dan is het heel moeilijk om daar op tijd bij te zijn. Dus wat je daar letterlijk ziet en wat ik daar ook vaak heb meegemaakt, is dat een moeder dan met een heel ernstig ziek kind bij je aankomt, waarbij je gewoon te laat bent. Hmm. Dus dan, als je dat daar eerder had kunnen ingrijpen, dat eerder erkend had en die behandeling was gehad, ja, dan had je daar gewoon een groot verschil kunnen maken. En hoe werkt het? Het is een soort matje, toch? Ja, het is een soort matje. Dus we hebben eigenlijk verschillende sensoren. Een aantal zijn gewoon de normale sensoren zoals we die hier ook hebben. Bloeddruk, saturatie, ECG, dat zijn dingen die hebben wij hier ook. Mm-hmm. Daarnaast werken wij met ballistografie en dat wordt hier niet zo breed ingezet. En dat matje, dat is eigenlijk een hele mooie sensor voor deze omgeving. Omdat die heel gebruiksvriendelijk is, want je legt hem onder het matras en hij meet gewoon. Je hoeft hem niet eens tussen twee patiënten in te vervangen. En daaruit kun je de ademhaling en de hartslag halen. En dat maakt hem voor deze omgeving heel geschikt, omdat hij duurzaam is, lang meegaat, weinig inspanning nodig is om hem te bedienen. Ja. En je geen fouten erin kunt maken. En hoe zie je de resultaten? Uiteindelijk wordt het gemeten via die sensor en dat wordt doorgestuurd naar een monitoringapparaat. Ja. En via dat monitoringapparaat komt het uiteindelijk op een applicatie op een tablet. En via die tablet kunnen de verpleegkundigen en artsen dus eigenlijk meerdere patiënten tegelijk in beeld zien. En dat helpt dus ook bij het stukje prioriteren en kijken van naar wie moet ik het eerst toe. En dan heb je op een gegeven moment dat je hebt een business partner, altijd belangrijk voor investeerders, hè, dat je dat niet in je eentje doet. Ja. Dan heb je op een gegeven moment een product, je hebt het getest, neem ik aan, het werkt. Ja, we zijn op dit moment, is mijn compagnon Bart Bierling in Malawi bezig met een pilotstudie. Hebben we vandaag de 41ste patiënt geïncludeerd. Want hoeveel van die producten, hoe heet het apparaat? Het monitoringapparaat heet het Impala Monitoring Systeem. Het Impala Monitoring. En jullie bedrijf heet Goal 3, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Nee. Voor de mensen die denken, waar staat dat voor? Goal 3 is eigenlijk een verwijzing naar de Sustainable Development Goal 3. En de Sustainable Development Goals zijn natuurlijk de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. En het derde doel verwijst naar alles wat met gezondheid te maken heeft. En voor ons is deze naam gekozen als onderdeel van onze ideologie. Omdat dat, leave no one behind. Dat we juist de mensen willen helpen waar het echt nodig is. Maar ook een stuk van onze ambitie dat we in 2030 op een wereldwijde schaal impact willen maken. Wat wij zien is, er zijn overal mensen die goede zorg willen leveren. Ja. Die zijn er. Daar heb ik zelf mee gewerkt, daar heb ik ook anderen zien doen. Wat het ontbreekt is eigenlijk aan iets wat hun helpt om meer gebruik te maken, beter gebruik te maken van de schaarse middelen die er zijn. Dus heel simpel, antibiotica kost 1 euro. Voor bijna alle soorten inmiddels. Dus allemaal patenten zijn eraf, bijna overal verkrijgbaar. Je moet wel op het juiste moment inzetten. Dus met behulp van techniek willen wij mensen die misschien minder opleiding hebben gehad of gewoon met minder mensen zijn, in staat stellen om te zorgen dat ze hun patiënt op het juiste moment kunnen helpen. Ja. En dat kan
langs deze techniek. En wat is dan jullie businessmodel? Want ik zag jullie toevallig in de research. Ik kijk niet meer zoveel televisie, maar je bent op tv geweest, toch? Bij de mannen en vrouwen van de Dragon's Den. Ja. Je kreeg wel geld, maar niet in de vorm van... je hebt ze niet als aandeelhouder naar binnen geharkt, zeg maar. Nee. Vertel. Ja, zij wisten ons te verrassen met niet een investering, maar te zeggen, wij organiseren een charity event voor jullie. En omdat ze zeggen van, nou, wij voelen ons daar niet helemaal comfortabel bij, hè, om hieraan geld te verdienen. Ja. Denk het niet mee eens dat dat geen goede manier is. Nee, want dat zou mijn vervolgvraag zijn. Want ze zeiden letterlijk, wij willen geen geld verdienen aan het redden van kinderlevens. Ja, dan denk ik, ja, dan mag ook niemand geld verdienen aan antibiotica verkopen. Mag niemand. Dus in feite, in healthcare is dat wat het is. Ik verdien mijn brood ook met patiënten helpen. Dan zou dat ook niet mogen. Ja. Dus in feite is dat, denk ik, ben ik het daar niet mee eens. Mm-hmm. En is dat ook juist de reden waarom ik voor ondernemerschap heb gekozen. Omdat je eigenlijk op een schaalbare manier vraaggedreven dingen maakt die verbetering brengen. Ja. Ja. Dus als jij iets maakt wat mensen alleen voor niks willen hebben, dan maak je rotzooi in mijn beleving. Ja. Dus je moet iets maken wat aansluit bij wat mensen nodig hebben, waar ze bereid zijn voor te betalen, omdat ze de toegevoegde waarde zien. En dat is wat wij doen met Go3. Maar ze wilden wel graag doneren, maar dan zei ze van, doen we een charity festival en dan haal je er waarschijnlijk nog meer op. Is dat al plaatsgevonden? Nee, natuurlijk, dat kan nog niet. Nee, nog steeds niet. Maar dat gaat waarschijnlijk in het najaar plaatsvinden. We zijn de exacte datum nu aan het prikken. En het idee is dat wij naast onze BV eigenlijk ook een stichting opzetten om daarmee eigenlijk charitatieve projecten ook vorm te kunnen geven. Dus wij willen in de basis een bedrijf zijn wat iets maakt voor klanten. Maar wij realiseren ons ook dat er ziekenhuizen, organisaties zijn die dat nog niet kunnen betalen of op termijn pas kunnen betalen. En via onze stichting willen wij dat dan uiteindelijk ook mogelijk maken. En met behulp van dit charity event wat we samen met de Dragons gaan organiseren, willen we daar eigenlijk een kickstart aan gaan geven. Oké, dus wat dat betreft was het een nuttig optreden voor je? Ja, zeker. Meer dan dat? Heb je nog veel meer reacties gehad? Kan me zo voorstellen. Ja, een heleboel reacties van bedrijven, ondernemingen, mensen die willen helpen. Dus het heeft wel veel positieve aandacht opgeleverd. Ja. Waar staan jullie nu? Is het product af? Nee, we zijn eigenlijk in de vroege ontwikkelingsfase. Dus we gaan nu eigenlijk zijn we een definitieve systeemontwerp aan het maken. En dan gaan we vanaf de zomer gaan we samen met ons team en partners gaan we het product echt maken. En dan is het streven dat we in het eerste kwartaal van 2023 eigenlijk de eerste producten echt klaar hebben. Dat moet zo lang duren nog? Ja, we gaan werken volgens de Europese wet en regelgeving. Dus dat betekent dat we gewoon echt een hoog kwalitatief product maken wat door alle noodzakelijke hoepels moet springen, om het zo maar te zeggen. Ja. En vooral in dat traject, daar zitten vertraging, om het zo maar te zeggen. Ja, precies. Dat kost gewoon tijd. Ja. Maar wat hoeveel mensen zijn jullie nu? We zijn op dit moment met 11 mensen, waarvan zeg maar ongeveer 8 FTE bij elkaar. En hoe financier je dan de aanloop nadat 2023, even ervan uitgaan dat het een succes wordt en het op een gegeven moment gaat lopen, maar je hebt een vrij lange aanlooptijd nodig. Hoe financier je dat dan? Nou ja, en een belangrijk stuk is in kind. Dus we hebben een team wat echt committed is en bereid is om daar die kansen voor te laten liggen, geld voor te laten liggen en op die manier te investeren in ons bedrijf. Mm-hmm. Een ander stuk is, we hebben recente crowdfunding gehad waarmee we waarmee we een mooi bedrag hebben opgehaald. Dus bijna 7 ton, toch? Ja, 657.000 euro. Dus dat helpt ons. Daarnaast is er een brede subsidielandschap en wij gaan volgend jaar weer naar een vervolginvestering toe om de volgende stap ook weer te maken. Toch wel, want uiteindelijk, want dit is ook een BV als vorm. Ja, we hebben uiteindelijk voor de coöperatie gekozen, maar uiteindelijk wel heel duidelijk voor een onderneming als vorm. En hoe ga je dan om met winst? Heb je dat gedefinieerd? Staat nog niet gedefinieerd, maar daar heb je bepaalde richtlijnen voor. En wij gaan dat in lijn met die richtlijnen doen, dat het social responsible gebeurt. Mm-hmm. Voor ons is winst echt een middel tot het doel en geen doel op zich. Ja. Dus wij zullen zeker de eerste jaren blijven herinvesteren. Dus je noemde al de miljoen kinderlevens. En die gaan wij niet bereiken als wij geld gaan onttrekken uit de onderneming. Dus het streven is echt om te investeren, te herinvesteren en te blijven groeien. Want daar
er is gewoon nog veel te doen. Heb je niet een week later die Dragons nog eens een keer gebeld? Van, hey gasten, leuk zo'n benefietje. Maar help nou ook gewoon mee met het vinden van investeringen. Van serieuze investeringen. Want wat jij zegt is natuurlijk zo logisch als het maar zijn kan. Waarom zouden ze er niet in investeren? Hebben we niet gedaan. Omdat eigenlijk hadden we net die crowdfunding gesloten. Dus was er eigenlijk ook geen actuele financieringsbehoefte op het moment dat we daar stonden te pitchen. Uiteindelijk is dat natuurlijk wel wat we... Waar we op hopen is dat we via deze kanalen uiteindelijk ook de vervolginvestering goed kunnen doen. En dat we daarin de vervolgstappen kunnen zetten. Ja. Maar daarin kijken we ook breder dan de Dragons. Het investeringslandschap is natuurlijk groot genoeg. Precies, want hoe kijkt de reguliere zorg hiernaar? De grote organisaties? Ja, wij zijn vooralsnog best wel gefocust geweest op de NGO-markt en de Afrikaanse ziekenhuizenmarkt. Mm-hmm. Wat je gewoon ziet is dat dit een trend is die veel breder is dan alleen waar wij mee bezig zijn. Wat ons uniek maakt is het toepassingsveld en specifiek voor deze context. Ja. Maar je ziet allerlei verschillende initiatieven die gaan om monitoring van patiënten thuis. Ja, dit is een trend die onomkeerbaar is. En daarin denken wij dat we ook uiteindelijk wel een rol kunnen spelen, ook in een westerse omgeving. En ga je zelf nog terug naar Afrika? Dat is zeker wel de planning om in het komende jaar echt naar Afrika te gaan. En dan weer Tanzania en Malawi. Malawi, dat ligt natuurlijk dicht bij elkaar. Maar heb je ook een plan om in meerdere landen in Afrika te gaan kijken, om te kijken wat je daar kan doen? Ja, dus sowieso ben ik natuurlijk niet de enige die dat doet. Dus mijn hele team. Dus op dit moment zit iemand in Malawi. Morgen gaat Jelle, die ook bij Dragons Den was, gaat ook naar Malawi. We gaan naar Kenia sowieso nog toe. En we hebben dus meerdere, hoe zeg je dat, exploraties gepland staan. Mm-hmm. En daarin moeten we gewoon ook kijken wat nodig is. Voor mijzelf zou ik sowieso naar Malawi gaan, omdat we een groot onderzoeksproject hebben in Malawi, waarin ik ook af en toe daar naartoe moet. Mm. En Tanzania, die staat natuurlijk hoog op mijn lijstje. Mm-mm. Als het land waar je hart aan verpand hebt. Precies. Ja. Ja. Mag ik jou heel veel succes wensen de komende jaren met alle mooie dingen die jullie van plan zijn? Ja. Zeker. En leuk dat je mijn gast was. Ja, hartelijk dank. En dankjewel voor het kijken naar weer een ondernemersverhaal. Ze mogen het best wel zeggen, maar een prachtig idealistisch ondernemersverhaal waar er veel meer van moeten komen. Dankjewel voor het kijken. En heb je naar de podcast geluisterd? Dankjewel voor het luisteren. Hoi.